raak hem niet met mijn vingers aan, jongens, want dan kreeg ik mijn octave. Roberto, ze zeggen dat je op die acteur van Breaking Bad lijkt. Wel nee, dat ben ik zelf. Nou, maar eens even kijken wat we vandaag gaan doen. Hallo dan. Kunnen jullie de auto herinneren die ik laatst had met die steenmattenschade? Een Hyundai Getz. En geloof het of niet, ik heb er weer een. Ja, en wat denk je? Heeft weer een steenmaat erbij gezeten. Maar deze keer kan ik het ook laten zien wat hij doet. Ja, en wie staat er nou naast mij? Ja, Melanie. Melanie, ik ben Robert. Ja, we hebben net al gekeken en we kunnen het heel mooi zien. Zou je de auto een keer willen starten? Ik heb hem niet met mijn vingers aan, jongens, maar dan kreeg ik mijn octave dat de muziekkabel doorgevreten is en dat hij dus doorvong nou naar de naar de radiatorslam. Dat is toch een stiekem een beetje aan massa. Heel mooi. Zet hem maar uit, hoor. Zo. Het is heel grappig dat het beest heeft één kabel te pakken gehad en niet allemaal. Nou, deze dus. En hier, ook hier zo namelijk, heeft hij hem te pakken gehad. Zoals je kunt zien in de... Ik ga even kijken of ik er nog even uiteindelijk een ander kabeltje voor heb. Zo. Ik heb hier nog een afdeling met kabels bij me. Dat zijn kabels die ik van een garagehouder gekregen heb. Puur onderweg om de mensen even te helpen. Ik heb hier een kabel, kijk, die heeft eerder teruggestuurd. Daar heb ik nog een geel plakbandje omheen. Die klik ik er even aan. Zo. Zou je nog eens een keer willen een startende auto? Zeker. En ook hier geldt, ga nooit voor een startende auto. Het is wel een automaat trouwens. Nou, kijk eens. Hoe mooi die draait. Ja, dat doe ik. Daar is die weer, dommel. Het lampje brandt namelijk nog. Even op zoek naar de stekkeraansluiting, die zit hier. De stekker erin. Nou, ik zet de auto op contact. Motorcheck lampje brandt nog. Even weer naar de Brembi toe. Knopje iets langer ingedrukt houden, Robert. En nu pak ik hem even heel makkelijk bij deze auto. Zo leuk, met de Brembi kun je kiezen, merk, type, auto, alles. Maar we kunnen ook gewoon kiezen de zogenaamde EOBD, de European Onboard Diagnose. En dan hoef je geen kenteken, niks in te toetsen, omdat je weet dat het een milieutechnische storing is. En dan ga ik hem nu even wissen. Nou, hier kun je heel mooi zien, de misfires wat hij heeft. Meerdere gehad, ook eentje in de historie. Hier zie je nog een brandend lampje. Nu ga ik hem even wissen. En het lampje gaat uit en hij heeft geen storing. Hier heb je een envelop, dan kun je zeg maar de oude kabel in doen. Dan heb ik hem weer retour met een aantal dagen. En dan, dan komt het allemaal weer goed. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Nou, bedankt voor het kijken naar deze ronde, zou ik zeggen. En volg mij en mijn collega's op de welbekende kanalen. Vergeet trouwens niet je notificaties aan te zetten met het belletje. Dat is altijd wel interessant voor de leukste, nieuwste filmpjes. Dus ga ik weer gewoon verder. Tot ziens. Is die leuk of niet? Ja. Heb jij nou een lege accu? Rood op de plus, zwart op de min en in omgekeerde volgorde eraf. Heb je geen lege accu? Staan hier nog twee leuke filmpjes die je nog kan bekijken.